Om minder daadkrachtige burgers tijdens de feestdagen tegemoet te komen, geeft het Leger des Heils Suriname elk jaar kerstpakketten aan deze doelgroep. Woordvoerder Guillermo Demon zegt dat deze handeling voortvloeit uit de grondbeginselen van de kerkorganisatie. Je kunt niet alleen de mensen geestelijk voeden, je moet ze ook fysiek, je moet ze ook eten geven. Dus met die gedachtegang, met dat in gedachten, heeft het Leger zich ontwikkeld tot een grote organisatie waar ze de mensen helpen met een voedselpakket aan het eind van het jaar. Demon had gehoopt meer pakketten te kunnen verstrekken, maar is gezien de economische situatie erg dankbaar voor de verkregen steun. We gaan niet ontevreden zijn. Ontevreden gaan we niet zijn. Natuurlijk hadden wij gehoopt dat wij 1500 plus pakketten konden overhandigen. Dat op dit moment zitten we, als het globaal heb ik het over Paramaribo en Nikeri meegenomen. En twee andere districten, in dit geval wordt het Para en Saramaka, waar we 50 pakketten gaan overhandigen, komen we op een totaal van 1200. Het hangt er vanaf, omdat er een organisatie is, SUE, die heeft aangegeven dat ze ons zullen helpen. Hun deel is nog niet gekomen nog, dus als ze hun deel geven, dan kan het in dit geval meer gaan worden. De kerkorganisatie legt de focus van het geven van steun niet alleen op de feestdagen, maar wordt er gedurende het geheel jaar hulp verstrekt met ondersteuning van donateurs.